ik denk, oh ja, als ik ergens al een beetje over na heb gedacht of ik het wel of niet goed doe en dan maakt iemand zo'n opmerking, ja, dan komt hij natuurlijk wel veel harder aan. Dit is de tweewekelijkse podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, maar hebben wel overal verstand van. En vandaag gaan we het hebben over mombrazing. Dat is eigenlijk een term die wij zelf in het leven hebben geroepen. En het is de tegenhanger van momshaming. Nou, onlangs hielden we namelijk bij Kijk Mama een enquête onder lezeressen over momshaming. En de resultaten vonden wij echt ontzettend schokkend. Namelijk 77% van de moeders in Nederland gaf aan wel eens te maken hebben gehad met momshaming. Dat is namelijk dat je kritiek krijgt als moeder op de keuzes die je maakt in het moederschap. Dat vonden wij zo bizar hoog, dat we besloten om daar actie op te ondernemen. Maar daar ga ik straks alles over vertellen. Ik ga het hier vandaag over hebben met mijn lieve collega Eline. En we hebben een special guest, het covermodel van de nieuwste Kijk Mama, Vivienne van den Assem. Ja, daar zijn we. Welkom, ladies. Ik zal allereerst voor de luisteraars even mezelf voorstellen. Mijn naam is Helene van Santen en ik ben de hoofdredacteur van Kijk Mama. En ik ben tevens moeder van een tweeling, Milo en Oliver, en die zijn 3 jaar. Eline en Vivienne, willen jullie je ook even voorstellen? Natuurlijk, ik trap meteen maar af. Ik ben dus Vivienne van den Assem. Ik ben moeder van Guus van bijna 2,5. En ik ben Eline, marketingmanager Kijk Mama en moeder van Olivier van 6 en Filijne van 3. Nou, nogmaals hartelijk welkom, ladies. Mom shaming. Nou, ik vertelde het net al, we waren op de redactie eigenlijk best wel geschrokken van het feit dat zoveel vrouwen in Nederland zeggen dat ze te maken hebben met momshaming. En daarom besloten wij een actie, een campagne op te zetten en die heet dus mombrazing. Dat noemen wij de tegenhanger van momshaming, hè? Mombrazing, mothers embracing. En we roepen eigenlijk alle moeders op in Nederland om elkaar voortaan te steunen in plaats van altijd maar kritiek te leveren. En op die manier eigenlijk hopen we het hele momshaming uit de wereld te helpen. Want waarom zou je elkaar bekritiseren als je ook elkaar kunt steunen? Nou, we hebben een hele editie van ons magazine aan het fenomeen gewijd. En je kan er alles over lezen op kijkmama.nl/mombrazing. Maar dan eventjes naar Eline en Vivienne toe. Vivienne, heb jij eigenlijk wel eens te maken gehad met momshaming? Nou, toen jij net het getal 77 noemde, als het percentage van moeders die wel eens zeggen kritiek te hebben gehad, dacht ik ook, dat is veel zeggen. Maar ja, goed. Kritiek, ja, dat zal ik ongetwijfeld ook wel eens hebben gehad, maar ik moet je er gelijk bij zeggen, gelukkig is dat niet iets waar ik standaard mee te maken heb of zo. Ik ervaar echt in mijn eigen directe omgeving met vriendinnen die ook moeder zijn en in de appgroepen die we delen, dat dat eigenlijk juist vanuit positiviteit en ervaringen uitwisselen is en niet zozeer vanuit het kritiek hebben op. Dus om je vraag te beantwoorden, ja, ik heb er wel eens mee te maken gehad, maar niet dat dat de boventoon voert in mijn geheugen. Nou, gelukkig maar. En heb jij dan online, want ik kan me voorstellen, jij bent een bekend persoon en je post ook wel eens op jouw Instagram een privéfoto. Heb je daar dan wel eens, dat je online kritiek krijgt als je bijvoorbeeld een foto met jouw zoontje of iets post? Ik heb daar wel bewust voor gekozen om dat heel minimaal te doen. Dus foto's van mij en Guus te delen. Voor mij is het dan ook extra leuk dat ik nu een keer een fotoshoot heb gedaan en jullie covermodel mag zijn met hem. Dat vond ik wel heel speciaal. Juist omdat ik er verder niet voor kies om dat niet heel erg bewust allemaal te delen. Omdat ik weet van collega's en ook echt wel terugzie bij anderen op hun bijvoorbeeld Instagram account, dat daar inderdaad dan wel reacties op kunnen komen dat je denkt, hé, maar dit gaat helemaal voorbij aan de leuke foto die ik heb geplaatst of aan de momentopname die ik wil delen. En gaat meteen over inderdaad het veroordelen van iets of er iets van vinden meteen. En dat vind ik zelf wel lastig. En helemaal in het moederschap denk ik van, hallo, wees daar een beetje, je mag wel wat liefdevoller zijn naar elkaar toe, want je weet toch nooit precies buiten deze foto wat er allemaal speelt. Dus ik heb het op mijn Instagram, wat ik het meest gebruik, eigenlijk niet zoveel, dat ik dat lees. Maar ik weet wel dat dat echt gebeurt. En het lijkt me echt heel erg confronterend als je dat, als dat dus iedere keer op jouw leukigheid en gewoon iets leuks willen delen of laten zien. En dat iemand,
Ik weet een voorbeeld van een collega die een foto deelde van een kindje in haar autostoeltje. En die had dan een zijn jas aan en dat mensen daar iets van gingen vinden. Mm-hmm. Ik denk, maar dit ging niet om het autostoeltje, het ging niet om de jas. Het was in, weet je, hè? Okay, het was gewoon een leuke foto, ja. En daar komt dan die reactie op. Exact, en dat is blijkbaar toch wat bij veel mensen oproept om gelijk iets te vinden. Het blijft toch hangen. Ik bedoel, als je dan zo'n opmerking krijgt, dan ga je daar toch over nadenken. En dan is dat positieve gevoel dat je voorheen bij die foto had misschien ook helemaal gelijk weg. Ja, dat ook. En ik vroeg me nog af, Helene, want die 77%, hè, wat voor kritiek ervaren die moeders dan het meest? Heb je daar voorbeelden van? Ja, we hebben verschillende dingen ook inderdaad uitgevraagd van wie die kritiek dan komt. Hè. En het is eigenlijk ook in brede zin in hun hele omgeving. Dus dat zijn ook gewoon soms mensen op straat of mensen online die ze niet eens goed kennen. Maar ook inderdaad van vriendinnen of van de schoonmoeder of hun moeder of hun zus. Het is eigenlijk toch wel wat je merkt dat vrouwen vaak met gewoon een hele simpele opmerking, die dan toch heel snedig is, die misschien niet eens zo bedoeld is. Ik ga ervan uit dat bij heel veel mensen het niet eens negatief bedoeld is. Maar dat het toch zo voelt als een steek onder water. Dat kwam eigenlijk heel duidelijk naar voren. Ik wil nog even van Eline ook horen. Heb jij te maken met momshaming gehad, Eline? Nou, ook niet. Ja, soms wel direct. Maar dan is het inderdaad ook niet per se de intentie dat het negatief bedoeld is. Maar dat is dan, en dan in tegenstelling tot mijn vriend, dus, en daar ga ik dan weer hard op in, omdat het dan weer man en vrouw is, maar dat is dan weer een andere discussie. Maar ik hoor dan vaak dat ik ook van, wat werk je veel, en dat is toch zo zonde, want je kinderen die worden zo snel groot. Dus dat hoor ik regelmatig. En dat ik te veel op vakantie ga voor mezelf, of zonder mijn kinderen en mijn partner. Dus en voorheen had ik daar denk ik ook wel last van, dat ging ik erover nadenken. Maar nee, dat vind ik wel weer het voordeel van ouder worden, dat ik zelf degene ben die het beste weet wat goed voor mij is. Ja, nou, ik had het dus wel een keertje, ja, ook wat ik denk van ja, het is misschien ook niet zo bedoeld, maar het voelde voor mij wel zo als kritiek om. Ik had bijvoorbeeld een keertje was ik bij vrienden en er was een vrouw bij die ook moeder is. En ik weet niet wat ik zei iets over mijn kinderen met het thuiswerken. En dan zijn ze maar wat langer op de iPad. En ze weten dat mijn kinderen jong zijn. Die zijn nou net 3 geworden. En toen zijn ze echt een beetje geschrokken zo. Zitten jouw kinderen al op de iPad? En dat kwam voor mij echt wel meteen. Ja, dat ervaar ik wel echt als momshaming. Dat vond ik meteen als dat van, zitten jouw kinderen op de iPad? Weet je, hoe reageerde je daarop? Wat was je binnen? Ja, ik reageerde dus eigenlijk. Ja, eigenlijk had het altijd van die moment dat je hoopt dat je een heel cool weerwoord hebt. Maar dat bedenk je pas veel later. Ik zei gewoon ja. Nu kan het nog. Nu kan ik alsnog iets heel cools terugbedenken om te zeggen. Maar ik moet zeggen wat ik dan wel weer heel fijn vind. Als ik bijvoorbeeld dit vertel aan mijn vriendinnen of aan mijn collega's. Kijk, mama werkt alleen maar met veel moeders. En dan vertel ik dat. En dan zegt iedereen, oh joh, mijn kinderen hebben gisteren 3 uur op de iPad gezeten. Ja. Weet je wel zo. En dan voel je ook, dus aan de andere kant heb ik ook wel weer, ervaar ik ook heel veel mombrazing juist in mijn leven. Dat je dan meteen zoiets krijgt van, oh joh, maak je niet druk. Dat soort dagen heb je nou eenmaal. Maar goed, ik had toch inderdaad, achteraf, ik vond dat wel een nare opmerking. Terwijl misschien bedoeld, ze was oprecht verbaasd misschien, omdat zij dat niet doet. Dus misschien was het niet onaardig bedoeld, maar het was voor mij wel zo. En ik vond het echt, voelde echt als een steek, zeg maar. En ik vond het ook, ik had achteraf ook iets van, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen goed weerwoord gehad of zo. Zo voelde het wel. Het heeft denk ik ook wel te maken met dat je dus zelf al hebt geprobeerd om het een goede banen te leiden. Nou, de keuze is uiteindelijk met dat thuiswerken in jouw geval dat je dacht, oké, dan maar even op die iPad. Of ik ga dit nu doen, want anders lukt het niet. Eigenlijk best tevreden over je eigen oplossing. Mm-hmm. En dan komt iemand met zo'n opmerking dat je natuurlijk weer even wordt teruggeworpen op, oh, zie, heb ik dan misschien de verkeerde keuze gemaakt? Had ik dat dan niet moeten doen? Had ik iets anders moeten doen? Dus je gaat ineens aan je eigen keuze twijfelen of aan je eigen oordeel of zo. En dan is het misschien niet eens, als je gewoon het zou kunnen beargumenteren voor jezelf, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, mijn kind zit al op de iPad. Maar ja, soms gaat het zo snel en heb je zelf al iets bedacht van wat jij vindt dat passend is? Of heb je er zelf moeite mee? Zo zie ik dan bij mezelf dat ik denk, oh ja, als ik ergens al een beetje over na heb gedacht of ik het wel of niet goed doe, en dan maakt iemand zo'n opmerking, ja, dan komt hij natuurlijk wel veel harder aan. Ja, dat is zo. Ja, zeker.
dan zie ik het als iets wat, waar ik op afgerekend word of dat ik iets niet goed heb gedaan. En dan, dat vind ik dan wel lastiger. Maar ja, het hoeft niet altijd meteen heel erg erg te zijn. Nee, dat klopt. Waarom oordelen we? Nou, dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje, Vivienne, naar het volgende onderwerp eigenlijk. Want waarom denken jullie dat we zoveel oordelen? Hè? Ja, net gaf je aan, als het iets is, er is geen handboek voor het moederschap. Dus ik neem aan dat we allemaal wel eens onzeker zijn over bepaalde dingen. En dan kan dat nou echt puur net iets zijn waar iemand je dan mee raakt. Ja. Waarom wordt er zoveel geoordeeld? Ja, ik denk puur uit onzekerheid. Want ja, iedereen is anders en iedereen wil het zo goed mogelijk doen. En voor vrouwen is er natuurlijk heel veel veranderd. Ik bedoel, als je het vergelijkt met vroeger. En alles is mogelijk. We kunnen alles doen. Een carrière nastreven, fulltime moederen, parttime werken, wel of geen kinderen. En ik denk dat we ons daarom snel gaan vergelijken met andere vrouwen of moeders. Waarvan het misschien lijkt dat een ander het beter doet. Of dat haar kinderen gelukkig zijn, maar... Nou ja, ik denk niet dat er een succesformule is. Maar ik denk dus eigenlijk onderaan de streep dat het puur komt uit onzekerheid. En jullie? Ja, ik twijfel even, want toch ook niet iedere moeder is per definitie ook onzeker. Maar ik zeg wel, het klopt wel. En dus inderdaad, die zin, hè, die opmerking over die iPad waar mijn kinderen mij raakten, was omdat ik inderdaad ook inderdaad wel bezorgd ben. Dat ik dan denk, oh shit, zitten ze niet te lang op de iPad? Mm-hmm. En als het om een onderwerp gaat waarvan ik heel erg overtuigd ben dat ik het juist heel erg goed doe, dan kan je zo'n opmerking veel makkelijker van je af laten glijden. Dus het zit hem wel in onderwerpen waarin je inderdaad al af en toe bij jezelf al twijfelt van, hoe is dat eigenlijk wel oké wat ik doe? Maar het moeilijke is natuurlijk, ja, dat niemand weet hoe het echt moet. Nee. Daarom heet deze podcastserie ook Mama doet ook maar wat. Ja. En ik denk daardoor dat we inderdaad heel erg naar anderen kijken, hoe anderen het doen. En dan ben je heel snel geneigd om te denken dat het gras bij de buren groener is. Toch? Ja, en ik denk ook, we oordelen voor jezelf. Ja, ik moest even op het woord komen, maar dat is het. Voor jezelf, want ik denk dat het te maken heeft, niet altijd misschien met onzekerheid, maar wel met een beeld wat je zelf hebt gevormd over jezelf. Of hoe je wil dat je wordt gezien, of hoe mensen naar jou kijken. En daarmee gaan bepaalde... ideeën leven. En als het dan... En zo kijk je ook door die bril naar anderen. Of wil je dat je gezien wordt? En ik denk dat daarin het oordelen of soms het veroordelen ook zit. Ja, ja. En denken jullie ook dat social media een grote rol daarin spelen? Omdat je daar nou eenmaal vaak mooie, perfecte plaatjes ziet. Ja, zeker. Terwijl ik tegelijkertijd ook, nu ik dat zeg, denk ik heb ook wel het idee dat we dat inmiddels weten. Dat Instagram of social media niet per se hetgeen is waar alles zo is als in de werkelijkheid. Hoe vaak mensen ook pogingen doen om te laten zien hoe het ook kan. Maar ik denk dat het dus nog steeds wel van invloed is, ja. Ik denk het ook. Vooral als je even iets minder, althans dat ervaar ik bij mezelf, als ik even iets minder goed in mijn vel zit. En dan zie je dat soort dingen en dan voelt het ook alsof die perfecte wereld ook echt perfect is. Ja. Terwijl als je zelf floreert en alles gaat heerlijk, en dan kun je dat zien en ja, dan is het wat het is of zo. Ja. Ja, maar ook al weet je soms wel, ook al weet je dat op social media nou eenmaal dat vaak een mooie weerspiegeling is van de werkelijkheid, kan je soms inderdaad wel bij sommige mensen denken, zo, die heeft ook altijd weet je wel, van die is ook weer op een mooie plek. Die is weer een weekend weer. Oh, die heeft weer het mooi voor elkaar met de kinderen of zo. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe doet zij dat? Zo'n mooie foto met die kids. Terwijl bij kinderen, het is onmogelijk om überhaupt een goede foto te maken waar we alle drie normaal op staan, zeg maar. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel leuk dat er nu juist ook een soort tegentrend gaande is op social media ook. Van moeders laten zien hoe het echt is. En, of wat ze ook wel vertellen. Van ook, oh, had echt een mega baaldag. En dit ging allemaal mis met mijn kids. En... Ja, dat vind ik dan ook wel weer heel leuk om te lezen. Maar ja, het is en blijft een visueel medium waarin je ook vaak gewoon mooie foto's wil zien. Ja, dat is ook lekker. Tenminste, dat vind ik er heel lekker aan. Oh, allemaal mooierheid en leuk en gewoon wat heerlijk. En het ziet allemaal goed uit. En soms hoeft er niet eens tekst bij te staan, maar alleen een emoticon. En dan ben je een dekte lading. Dat vind ik er zelf heel fijn aan. Daarom is dat overigens ook het enige social media wat ik gebruik. Ik vind het gewoon heel lekker. Het is een beetje zo niks aan de hand of zo. Dus dan, ja, dat vind ik er eigenlijk ook wel prettig aan. Maar dan is het goed om je wel eraan te blijven herinneren dat
dat natuurlijk niet 24/7 voor diegene die dat deelt het geval is. Dat blijft gewoon belangrijk om te benoemen. Want soms kan je door je eigen gemoedstoestand inderdaad toch het idee krijgen dat het bij anderen wel altijd goed gaat. Wat dan echt niet zo is. Ja, en ik moet zeggen inderdaad, ik word ook juist wel vaak heel erg blij juist van dingen van andere moeders. Als ik zie dat zij het heel leuk. Ik haal er ook heel veel tips en inspiratie uit. Ja, als precies. Ze dingen met kinderen doen, dat ik denk van, oh, dat is een leuke locatie. Of dat is leuk om te knutselen of zo. Dan denk van, oh, dat is leuk. Dus in dat opzicht vind ik het juist ook vaak heel leuk. En ik merk wel bij mezelf inderdaad soms, als iets steekt, of als je iets ziet van, oh, zij, dan is het ook soms gewoon jaloezie of afgunst of zo. En dan kan je, en dan denk bij mezelf, oh ja, waarom vind ik dit nou stom? Omdat ik het zelf eigenlijk ook zou willen, of juist niet. Maar ik probeer dat voor mezelf altijd wel meteen in mijn hoofd dan recht te zetten van, ja, Helene, dat zegt eigenlijk heel veel over jezelf en niet per se over die ander. Ik denk dat dat ook heel erg mom-shaming is. Het gaat ook vaak heel erg over dingen waar je zelf mee zit. Ja, precies. Of wat je zelf leuk zou vinden. Dan denk ik ook, go get it. Ja, nee, is echt waar. Ja. Dad shaming. We hebben het nu eigenlijk heel erg veel over mom-shaming, hè? Moeders die elkaar bekritiseren. Maar bestaat er eigenlijk ook zoiets als dad-shaming? En als dat zo is, waarom weten we dat dan nog niet? Nee. Want ik heb het nog niet gehoord, maar het zal... Ja, weet ik niet. Je hoort het veel minder vaak, maar het gebeurt wel. Toch? Ja, ik kan me nog herinneren, dat is wel echt een hele tijd geleden, maar dat is juist omdat het, denk ik, relatief weinig gebeurt. Ik kan me nog herinneren dat Waylon, die is toen een keer echt gedadshamed, omdat hij een foto had gepost waarbij zijn kind niet goed in het kinderstoeltje zat. Oh ja, dat weet ik nog. Ja. Ook met een kinderstoelfoto op zijn Instagram. Ja. En André Hazes een keer, omdat een nieuwe relatie niet goed zou zijn voor zijn kind. Toen hij nog met Bridget was, volgens mij. Ja, en nu eigenlijk ook weer. Nu hij en Monique weer uit elkaar zijn, werd er ook gezegd van dat hij weggaat bij zijn gezin. Dan werd je eigenlijk ook meteen een beetje als een slechte vader daardoor weggezet. Terwijl dat natuurlijk helemaal niks zegt over zijn relatie met zijn kind. Dus dat zijn dan wel bekende vaders, die hebben dat dus ook wel dan. Ja. Maar heb je ook in je eigen omgeving, heeft jouw partner te maken met... Volgens mij heeft mijn vriend het nog nooit gehad. Nee, ik zit ook heel hard te denken. Ik moest denken aan een artikel wat ik pas las over een vader die alleenstaand is. Die dus ook heel veel vragen krijgt over of dat allemaal wel goed gaat. En of hij dat allemaal wel voor elkaar krijgt. Dus niet er gaat niet echt een vertrouwen van uit, maar meteen allerlei alarmbellen van... Oh jee, hoe doet een man alleen dat dan? Een man alleen, dus, ja. Daar moest ik even aan denken. Maar nee, ik heb niet het idee dat Arne daar nou per se mee te maken heeft gehad. Maar ik zit nu ook te denken van, heeft hij dan heel veel van dat soort gesprekken met vrienden over opvoeden of zo? Volgens mij ook niet echt. Maar misschien is dit een blinde vlek voor mij en moet ik er vanavond nog eens even extra naar vragen bij je. Maar hoe is dat bij jullie? Nee, bij ons is het... Kijk, ik vind het wel weer... ik heb wel het gevoel als een... Nee, althans, dat is bij mij zo. Als mijn partner dan, weet ik, 3 avonden achter elkaar kookt, dat ik dan wel eens een opmerking krijg van, nou wat fijn hè, dat hij gewoon ook... Terwijl ik denk, hallo, ik doe het gewoon de overige 5 dagen. En er zegt nooit iemand wat over. Nee, ja, precies. Ja, ze worden enorm geprezen om alles wat ze dan doen. Wat ze dan wel doen, ja. Ja, dat wel. Dus eigenlijk hebben zij eerder het tegenovergestelde van dad shaming. Ja. Precies. Praising. Dad praising, ja. Ja, nee, dat is wel waar. Ik heb ook niet echt het idee dat mijn vriend... Hoewel hij, denk ik, wel eens met zijn vrienden over kinderen praat... Maar niet echt het idee dat hij... dat hij daar echt veel mee te maken heeft of zo. Met dan kritiek daarop of zo. Denk ik bij mij ook niet, nee. Nee, bij mij ook niet. Dus dan is de trieste constatering toch wel dat wij vrouwen dit vooral doen. Ja, maar ik denk ook dat dat te maken kan hebben met het feit dat het opvoeden en het hebben over de kinderen in de breedste zin van het woord, dat misschien ook meer een onderwerp is waar vrouwen meer over praten. Ik zeg niet dat bij mannen niet gebeurt hoor, maar wat meer over praten en dus er ook meer, hoe doe jij dat dan en wat gebeurt er daar dan en wat heb je hier voor oplossing voor bedacht dan, weet je wel. Dus als je dat soort gesprekken meer hebt, dan beland je ook eerder in dat je er wat van vindt bij de ander. Ja. En ook toch nog wel dat opvoeden nog steeds bij heel veel mensen in hun achterhoofd
toch met name als een taak van de moeder. Ja, dat vinden wij natuurlijk niet in ons dagelijks leven, is dat ook niet zo. Maar, nee, het valt mij wel vaker op dat een moeder wordt sneller aangesproken op iets wat betrekking heeft tot opvoeding of kinderen, dan dat de vader die opmerking krijgt. Ja. Toch? Dat, ja. Ja. Dat is, ja, dat moet ook vergoed de wereld uit eigenlijk, sowieso. Zijn wij zelf heilig? Ja, en nu even met de billen bloot, ladies, want hebben we zelf ook wel eens aan momshaming gedaan. Ik vooral toen ik nog geen kinderen had, want... dat telt natuurlijk ook. Oh, daar gaan we. Oh jee. Ja, maar toen dacht ik echt, nou, als ik kinderen heb, dan ga ik het echt anders doen. Want ik weet nog een vriendinnetje van mij, die kreeg toen nog best wel jonge leeftijd, kreeg ze een dochter en die sliep bij haar in bed. En toen dacht ik, hoe kun je dit nou doen? Ik bedoel, ze moeten gewoon in hun eigen bed leren slapen. En ik wist alles. Want als ik moeder zou worden, dan zou ik het zo en zo. Mijn kind zou nooit aan mij in bed slapen. Nou, mijn dochter die kruipt nog iedere nacht bij mij in bed nu. Dus ik realiseer me ook dat ik nog steeds mijn excuses daarvoor aan moet bieden. Bij deze. Ik herken dat wel. Ik had ook vroeger dat beeld in mijn hoofd inderdaad. Mijn kinderen gaan altijd om 7 uur naar bed. Als ik inderdaad dan hoorde van, of als ik bij iemand kwam en een kind was heel brutaal. Of ook inderdaad als je een kind zag dat het helemaal aan het flippen was in de winkel. Dacht ik altijd, die ouders hebben gewoon echt niet onder controle. Dat is gewoon een slecht opgevoed kind. En nu weet ik gewoon, nee, dat doen echt gewoon alle kinderen. En ik heb ook heel vaak geen controle. En ze liggen echt zelden om 7 uur in bed. Dat lukt me echt zelden gewoon. Maar inderdaad, heel snel dat oordeel al. Maar ik moet zeggen, ik heb nog steeds soms wel eens een oordeel misschien, maar ik zeg het eigenlijk zelden. Maar je denkt het natuurlijk wel eens. Dat je wel eens denkt, als een kind bijvoorbeeld heel brutaal is, dat je denkt, hallo, geef eens even tegengas of zeg eens gewoon nee. Je denkt het dan wel, maar ik zeg het dan niet. Omdat ik wel weet dat dat wel pijnlijk kan zijn. No-go is. Ja, maar goed, het zomaar zeggen, dat is ook weer iets anders dan als je in een ander soort setting met elkaar het erover hebt en weet van elkaar wat je tegenkomt en wat de struggles zijn met het opvoeden of met je kind. Dan vind ik dat juist hele leuke onderwerpen, want daar kan je zoveel van opsteken van elkaar en van anderen. Van hoe ze het aanpakken of iets wat misschien... Mijn zoontje is natuurlijk nu nog jong. Ik heb vriendinnen met oudere kinderen. Ja, daar zijn gewoon, die zijn in deze fase al helemaal voorbij. Maar dan zie ik bij hun weer andere situaties ontstaan. En dan denk ik, oh ja, dat ga ik natuurlijk ook nog tegenkomen. Oh gosh, weet je, dit is toch... Wacht maar, maak je borst maar zoals? Nat, weet je wel. Zoals? Nou, maar wat staan we nog te wachten? Nou, bijvoorbeeld met naar school gaan. Hoe dingen dan gaan met in de klas. Met spelen met vriendjes. Sportclubjes. Gedoe, kinderen, meiden die al naar de middelbare school gaan, van oh ja, wat kom je dan ook alweer tegen met vriendinnen en klas kiezen en kleding, stress en weet ik het wat, allemaal zo van oh ja, wacht even, dit is echt nog maar, hij is 2,5, laten we wel weer, hij is heel klein. Ja, wat zeggen ze toch ook wel altijd, kleine kinderen, kleine problemen en grote kinderen. Grote problemen. Ja, precies, nou dat is niet voor niks een cliché, toch? Gaan we allemaal nog meemaken. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt hoor, Helene. Want de bepaalde dingen gaan door je hoofd, maar niet altijd alles zeggen. Daar begint het denk ik al mee, het mombracing. Gewoon een beetje wat meer mildheid of zo voor de andere situatie. Ik moet ook zeggen dat ik af en toe naar mezelf kijk door de bril van toen ik inderdaad ook nog geen kinderen had. Bijvoorbeeld zo'n situatie die je net schetst als in een supermarkt of in een openbare gelegenheid. Nou mag niemand er ooit meer ergens komen, dus dat scheelt alles. Maar toen we dat nog wel deden, dat ik dacht, oh, als hij nu gaat huilen, dat wil ik echt niet hebben gewoon. Want ik weet wat ik daarvan vond bij anderen, weet je wel. Dus dan ben ik al, bij voorbaat schiet ik al in de vlek, omdat ik denk, ik moet hier nu weg, want dit kan zomaar uit de hand lopen. Dus ik ben wel bewust, net als Eline vertelde, van wat voor... ideeën ik erop nahield toen ik nog geen moeder was. Nou ja, ik heb inderdaad ook wel eens gehad. Ik heb een keertje in de trein van Parijs naar Amsterdam terug in de Thalys gehad. Een van mijn zoontjes gewoon de hele treinrit. Hij wilde gewoon helemaal niks. Hij wilde niet stilzitten, maar hij wilde ook niet. Nou, hij was alleen maar aan het jennen en aan het schreeuwen en aan het huilen en aan het doen. En ik kreeg hem gewoon niet rustig. En het was echt een drama. Nou, het is echt de
allerlangste treinrit. Hij was 3,5 uur, maar hij leek 10 uur. Oh. En vooral omdat ik vond het ook vervelend voor mezelf en mijn zoontje. Maar ik had het vooral heel erg bezig met mijn omgeving. Oh, omdat ik merkte dat al die mensen om me heen het irritant vonden. Ja? Die keken zo om, van die boze blikken. Een beetje zuchtte zo iemand tegenover me, weet je wel. En dat maakt het gevoel natuurlijk bij mij alleen maar erger. Oh, vreselijk. En ja, en dan... waardoor ik ook eigenlijk al dacht, ik doe het nooit meer. Ik ga gewoon nooit meer met ze reizen. Ik blijf altijd thuis. Je voelt je al rot naar de ander toe. En nog los van hoe zij daarop op reageren. Dus ik probeer zelf nu wel altijd als ik het zie... vind ik het ook wel eens irritant als een kind achter me huilt of zo... om daar heel mild in te zijn en te denken van... oh joh, die situatie, ja, dat maken we allemaal wel eens mee. Ik ken dit helfde gevoel, het roept weer dezelfde emoties op als toen ik in het vliegtuig zat met Guus die nog klein was. En ik in mijn beleving iedereen bezig was met dat hij wel of niet huilde, zeg maar. Wat hij gelukkig ook een heel groot deel van de tijd niet deed, maar ook echt wel een behoorlijk tijd van de vlucht wel. Waarop Arne tegen mij zei, luister heel even, er zitten 3 mensen om ons heen. Misschien dat die er last van hebben. Maar het is echt niet zo dat het hele vliegtuig nu alleen maar denkt... wat is ons kind aan het huilen? Dat is gewoon niet waar. Dus je moet ook eventjes daar doorheen kijken en een beetje relativeren. Maar ik dacht inderdaad, zoals ik dacht daarvoor... van ja, waarom zit je dan in een vliegtuig met een kind? Dit doe je toch niet? Waarom doe je dit jullie zelf aan en je kind? Oh. Ja, omdat je anders nergens komt. Dus natuurlijk. Dat antwoord had ik op dat moment ook. Maar ik dacht wel van, Maar het is het echt. Ja. 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 Hey, en wat zouden we kunnen doen? Ja, hoe zouden we het kunnen aanpakken dat we ervoor gaan zorgen... dat er gewoon meer mom-brazing komt in plaats van mom-shaming? Wat is het advies? Toen bleef het heel lang stil, nee? Oh jawel, ik wil niet voor mijn beurt praten. Eline gaat eerst. Vertel, hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het aanpakken? ik denk... Want eigenlijk zijn we geneigd om te oordelen zonder dat we het hele verhaal kennen. En wij vullen, denk ik, dingen in voor elkaar van ons... vanuit onze eigen ervaringen en perspectief. En dan is het heel makkelijk om aannames te doen. Dus ik denk als je daarvan bewust bent, dan word je waarschijnlijk ook een stuk empathischer. Dus als we gewoon wat liever zijn voor elkaar. Nou ja, en elkaar gewoon vaker een compliment geven. Dus niet inderdaad gelijk in die oordeelmode schieten. Maar inderdaad denken van, maar je weet niet wat hieraan vooraf is gegaan. Dus denken, ja, dat je denkt uit liefde. Zo. Ja, daar kan ik met een praktische tip bij aansluiten, denk ik. Begin eens een appgroep met je vriendinnen die ook moeder zijn. Zoveel mogelijk, gewoon verzamelen, iedereen in de appgroep. En laat dat gewoon de plek zijn waar je ongegeneerd foto's van je kind mag delen. Leuke opmerkingen mag plaatsen. Gewoon leukigheid. Gewoon laten zien hoe blij je bent met je kind. Wat voor situaties je meemaakt. En dat het dus ook echt helemaal prima is dat alles daar in die app voorbij komt. Ik kan uit ervaring spreken, ik heb dat met vriendinnen en dat is dus echt superleuk. Heel leuk, ja, het klinkt heel goed. Het voelt als een hele fijne plek, gewoon omdat het is met mensen die bij je horen, waar je bevriend mee bent. Dus daar moet je van uitgaan dat dat gewoon een veilige plek is om leuke dingen te delen over je moederschap. Maar ook veilig genoeg voelt om eens te zeggen, nou dit gebeurt me, of Guus heeft niet geslapen, wat moet ik doen? Of hoe pakken jullie dit aan? Tot... ik heb een nieuwe zomerjas nodig voor mijn kind. Waar hebben jullie die gekocht? Leuke, ja. Maar dat alles er gewoon besproken kan worden. Ik denk dat dat een goed vertrekpunt is. En dat je dan ook weer andere moeders die je minder goed kent... met andere ogen kan bekijken. Nou, heel goed idee. Ja, en dan vanuit je eigen vriendengroep heb je natuurlijk al heel veel saamhorigheid. En dan kan je dat waarschijnlijk ook hopelijk naar anderen meer... En ik denk ook wat ik al... Eerder zei, als je inderdaad gewoon een keer een oordeel hebt, nou, denk het dan maar zeg het in ieder geval niet. En zeg gewoon liever iets wat gewoon supportive is en waar we juist verder mee komen. Ja, want we doen allemaal maar wat. Zo is dat. Kijk mama keuze. Nou, tot slot heb ik nog een leuke kijk mama keuze voor jullie, zoals we in elke aflevering hebben. Nou, daar komt ie. Je mag jezelf dagelijks laten toejuichen door een stadion vol moeders. Of, elke ochtend word je gewekt met een kakelvers compliment van een andere moeder. Wat zouden jullie kiezen? Elke ochtend word ik gewekt door 1 compliment?
Ja. Ja? Ja, toch? Zeker. Fijn, toch? Ja, lekker persoonlijk houden. Ja. Lijkt mij ook. En jij, Eline? Ja, daar ga ik eigenlijk ook voor. Ja? Ja. Nou, het lijkt me ook wel eens heel gaaf om een keer mee te maken om een heel stadion zo die jou toejaagt. Het lijkt mij zo cool als je wel eens bijvoorbeeld ja, die voetballers in zo'n stadion, dat je dan iemand het veld oprent, dat dan 40.000 mensen helemaal uit zijn dak gaan voor jou. Dat lijkt me ook lijkt me zo leuk om één keer mee te maken, al is het maar één keer. Vind ik dat al te gek. Geeft zo'n lekkere adrenaline kick ook, denk ik. Ja, dat lijkt me, ja, dat is ook al een compliment, toch? Zeker. Nou, dan zijn we hiermee alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Neem vooral ook even een kijkje op kijkmama.nl/mombrazing. Daar vind je alles over onze mombrazing campagne. Onder andere ook een filmpje van een aantal bekende moeders die hun mom-shaming moment delen. Zoals Do, Tanja Jess en Nienke Plas. En koop natuurlijk vooral de nieuwe Kijkmama. Hij staat helemaal in het teken van mombrazing. En op de cover en een heel mooi interview binnenin met onze Vivienne van Assem. Ja. Nou, Eline en Vivienne, hartelijk dank voor jullie deelname. Geen dank, was superleuk. Graag gedaan, superleuk. Nou, super. En jij als luisteraar natuurlijk hartelijk dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over broertjes en zusjes en hoe je omgaat met heel veel ruzie thuis. Wordt ook weer een mooie aflevering. Dus graag tot dan. Doeg! Want daar vind je natuurlijk meteen weer allemaal dingen van. Ruzie maken thuis. Ja. Maar dat is dus meteen de les. Ja, precies. Gaan we het over 2 weken over hebben. Dag allemaal, tot dan!